Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer zijn we te gast bij Take 5 en ik heb Carla Bellaert, projectleider bij Take 5. Carla, welkom. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben, Carla, over digitaal bij de tijd. Klopt. Mensen moeten natuurlijk steeds digitaal vaardiger zijn en er zijn mensen waar dat heel moeilijk voor is. En daar gaan we het vandaag met name over hebben. Ja. Ja? Jullie hebben jaren geleden het informatiepunt Digitale Overheid, landelijk is dat ingevoerd hè, bij de bibliotheek. Ja. En jullie hebben besloten om een spreekuur in te voeren. Ja. Waarvoor kunnen mensen bij jullie terecht? Ze kunnen terecht voor eigenlijk alle vragen die te maken hebben met de digitale overheid. Ja. Denk aan DigiD aanmaken of hoe werkt zo'n DigiD nou? Hoe moet ik dat doen? Toeslagen hebben we het over, maar sinds kort ook over de digitale zorg. Dus hoe moet ik mijn patiëntendossier bekijken? Nee, ik wou net zeggen, mijn gezondheid net. Ja. Dat soort dingen kunnen ze ook bij jullie, kunnen ze hulp vragen om dat te installeren, te weten hoe dat je het kunt bekijken. Juist. En dan kun je op een spreekuur terecht. En dat is? Dat is op dinsdagmiddag van 14:30 tot 14:30. En daar zit een collega die er heel veel van weet. En dan heb je ook een beetje privacy, hè, want het gaat vaak over persoonlijke dingen. Ja. En op al het gemakje wordt er uitleg gegeven. En de insteek is wel dat we leren de mensen te verstaan zelf. Dat ze het zelf kunnen. Ja. Dat ze niet elke keer de kinderen of de kleinkinderen hoeven te storen maar daarvoor. Kan ik het niet, kan ik volgende week of de week erop toch nog een keer terugkomen om het te vragen. Tuurlijk. Dus beste mensen, kom naar de bibliotheek. Ook bijvoorbeeld als je allerlei andere digitale vragen hebt. Hè? Ja. Webstack, kun je daar iets meer over vertellen, Carla? Ja, dat loopt altijd van oktober tot met april. Ja. Op vrijdagmiddag op de evenweken, van 14:00 tot 16:00. En daar kun je voor al je vragen terecht. Bijvoorbeeld, mijn Word werkt niet meer goed. Hoe zit dat? Mijn virusscanner moppert. Dat soort dingen, maar ook over de mobiele telefoon. Ik wil zo graag een foto sturen naar mijn dochter. Allerlei digitale vragen kun je daar terecht. En moet je dan, als je vragen hebt over je laptop, moet je die laptop ook meenemen, neem ik aan? Dat is wel het allerbeste. Ja. Want dat, om dat uit te leggen zonder het apparaat, dan wordt het nog moeilijk thuis. Ja, dan ben je thuis het lang weer vergeten. Ja. Hè? Maar dan kun je zomaar inlopen ook. Ja. Geen afspraak. Ja. Ja, precies. En als er al iemand zit, dan kun je even een kopje koffie of thee pakken. En dan ben je de volgende die aan de beurt is. Ja. Nou, helemaal goed. En als ik nou wat meer wil leren met dat internet, hè, dat veilig internet. Kun je daar iets meer over vertellen? Ook daar kunnen jullie bij helpen. Zeker. Je kunt bij ons een afspraak maken met een vrijwilliger. Uh-huh. En dan gaan we aan de slag met een programma dat op internet staat. Uh-huh. Dus daar moeten we natuurlijk wel even wat uitleg over geven. Ja. En dan ga je stapsgewijs met allerlei filmpjes en allerlei oefeningen leren hoe je moet internetten. Uh-huh. Dat is de eerste stap, maar ook hoe je dat veilig doet en hoe je je privacy in de gaten houdt. Dus je gaat zelfstandig wel aan de slag, maar die vrijwilliger blijft in de buurt. Dus als je denkt, ik snap het even niet of ik heb een vraagje, dan roep je hem er lekker bij en dan helpt hij je verder op weg. En leer je dat in één middag of ga je een paar keer terug naar de bibliotheek? We hebben mensen bij die dat na één middag onder de knie hebben hoe dat dan moet met dat programma. En dan kan je dat gratis thuis verder doen. Ja. Maar er zijn mensen die 3 keer komen of die mensen die 6 keer komen, vinden we prima. Uiteindelijk het doel is leren internetten en zelfstandig zijn. Hey, en dat digitale programma, kun je dat altijd gebruiken? Ook nadat je het gevolgd hebt bij jullie, blijft dat beschikbaar? Ja, het staat gewoon online. Ja? En er moet een inlog gemaakt worden, hè, met een mailadres en een wachtwoord. En dan kun je dat doen. Ook zit ook de tablet bijvoorbeeld op, de Android tablet of de iPad. Zit er allemaal op, het zijn allemaal programma's. En stel dat nou mensen thuis zitten die denken van, ja, ik hoef daar helemaal niet voor naar de bieb, denk ik. Maar zo'n programmaatje zou ik wel heel fijn vinden. Ja. Kunnen mensen toch gewoon helemaal zelfstandig doen? Ja, dat kan ook. Je kunt gewoon zelf een inlog aanmaken en het programma volgen. Ja. En je kunt alsnog altijd bij de bieb binnenlopen natuurlijk. Tuurlijk, als er even tussendoor een vraagje is, dan kunnen de collega's ook prima helpen. Ja. Hè, maar als je echt zegt van, ik wil het programma leren, hoe moet dat nu? Dan is het beste maken. Dat je het even met de vrijwilliger doet. Want die heeft ook de tijd voor je. En collega's hebben het hier vaak heel druk. Hè? Ja. En dan is het ook niet zo handig. Nee. Zo op die en dan is het fijn dat er iemand echt de tijd voor jou heeft. En die daar ook echt wat verstand van heeft natuurlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, alle collega's hebben natuurlijk een beetje verstand van hoe van, maar die kennen echt het programma. Zeker, en die hebben ook de tijd en het geduld. Ja, ja. He, en met name die tijd denk ik ook. Ja. Hè? En om iemand iets te leren, dat is ook een aparte vaardigheid. Daar weet ik alles van. Juist. Hey, dan hebben jullie ook nog van die digitale cursussen. Ja. Vertel. Daar hebben we elk jaar een paar cursussen. Dit najaar is wel is het haal meer uit je mobiele telefoon. Want steeds meer mensen kunnen wel bellen. Ja. En misschien een beetje WhatsAppen. Maar er valt nog veel meer uit zo'n telefoon te halen. Het is een cursus in 3 dagdelen.
Die, okay. Dus dit najaar in Maarden. En in Terheide hebben we weer Doe meer met je DigiD. Ook in het najaar? Ook in het najaar. En waar je woont maakt niet uit. Nee. Je kunt op allebei de locaties terecht. Je kunt ook allebei de cursussen volgen. Dat kan ook, ja. Zijn daar kosten aan verbonden? Die zijn €15 voor drie lessen van 2 uur. En dan krijg je het kopje koffie of thee gratis. En is dat ook iets wat je daarna nog thuis terug kunt zien? Want ik kan me voorstellen, als je op zo'n bijeenkomst bent, dat je heel veel informatie krijgt. En dat je thuis denkt, van wat hadden ze nou ook alweer gezegd? Bij de cursus Doe meer uit je DigiD, daar zit een uitgebreide cursusmap bij. Ja. Waar echt stap voor stap wordt uitgelegd hoe die dingen werken. Dus die krijg je sowieso mee. Ja. Met de mobiele telefoon hebben we die niet. Wel lastig, omdat iedereen een andere telefoon precies, heeft waarschijnlijk. Precies, ook dat. En we bieden dan wel online cursussen aan. Waar ook voor beginner en gevorderde allerlei cursussen online gevolgd kunnen worden. Dus dan kun je nog eens kijken hoe zat dat, hè? Wat uitgelegd was in de klassikale cursus, zeg maar. Ja. Dus weer nieuwe dingen leren. En stel nog diezelfde vraag, mensen zitten thuis en denken van, ik wil er wel meer van weten, maar ik hoef niet per se daar 3 dagdelen voor te zitten. Kunnen mensen zelf die digitale cursussen volgen? Die wij geven niet. Die zijn niet online te vinden. Wel stukjes eruit, zeg maar. Ja. Die online cursussen, die kunnen ze wel thuis doen. Ja, dat bedoel ik. Ja, online cursussen kunnen ze thuis doen. Ja, maar even aanmelden in de bibliotheek en dan krijgen ze een mailtje met een inlog toegestuurd. Ja. En daar zit echt heel veel op. Voor de tablet, voor de iPads, de mobiele telefoons, voor de PC's, noem maar op. Allerlei. Carla, mochten nou toch nog digitale dingen zijn die we vanmiddag niet hebben behandeld, hè? Kunnen mensen hier denk ik ook gewoon binnenlopen, hè? Of in Lagerzwaarden of in Terheide. Tuurlijk. Nee, want dat geldt ook voor onze andere vestigingen. Mensen kunnen gewoon binnenlopen en dan verwijzen jullie door waar ze terecht moeten nemen. Ja, en in Lagerzwaarden en Terheide hebben we ook zo'n inlooppunt voor digitale vragen. Hè? Naast Maarden, we hebben het nou Maarden genoemd, maar Lagerzwaarden en Terheide, idem dito. Super. Ik wil jou heel hartelijk danken voor deze fantastische informatie. En ik hoop dat jullie thuis gebruik maken van deze service. Ga naar Take 5. Ga met je vragen naartoe. Je kunt er alleen maar wijzer van worden. En jullie zie ik graag volgende maand weer terug. Dank je wel.